Goed, bij mij is het 12 uur, Marcel. Ja, hier. Ik trap hem even af. Welkom allemaal. We hebben net al een kleine test gedaan, maar ik hoor ook graag van jullie die net binnen zijn gekomen of dat jullie ons duidelijk en helder kunnen horen en dat je alles goed kunt zien. Dat kun je in de chat laten weten. Daarnaast hebben wij een speciale Q&A-button beschikbaar. Daar kun je je vragen aan Marcel stellen. En uit de beste vraag gaan we 1 maand optimum gratis verloten of gratis weggeven aan de beste vraag die gesteld wordt. Dat doet Marcel, die kiest hem uit. En dan krijgen jullie van ons daar een mailtje van. Dus dat is nog even een extra push voor jullie om de beste vraag aan Marcel te stellen. Marcel Landeweert van Webwinkelkeur, welkom. Nou, bedankt. Ik geef graag het woord aan jou en succes met de webinar. Ja, bedankt. Nou, ja, welkom bij dit webinar van SA Ranking. En ja, ik hoop het vandaag te gaan hebben over best practices in webshop-optimalisatie. Dus de tips zijn vooral op webwinkels gericht, maar ik denk ook dat ja, als je andere bedrijven hebt, dat je er ook de nodige tips uit kunt halen. Maar misschien is het goed om even te beginnen met mezelf voor te stellen. Ja, zoals Patrick al aangaf, ik ben Marcel Landeweert. Ik ben de oprichter van Webwinkelkeur. En ja, waarom ik eigenlijk met Webwinkelkeur ben begonnen, is om goed ondernemerschap te belonen. En ja, hoe we dat doen, is met een keurmerk en een review systeem. En daarbij ja, is ons keurmerk geen ouderwets aan-uitkeurmerk. Natuurlijk moet je als je lid wordt bij ons gewoon aan de basiseisen voldoen. Maar daar begint het eigenlijk pas. Vervolgens ja, kun je door eigenlijk goed ondernemerschap, door stapjes extra te maken, kun je extra zekerheden, extra badges verdienen. En ook een mooie review score behalen. Voordat ik met Webwinkelkeur begon, ja, heb ik ook eigen webwinkels gehad en heb ik me ook bezig gehouden met het bouwen en optimaliseren van webwinkels voor klanten. Dus ik heb nu enige tijd ervaring met webwinkels. En ik zie ook bij Webwinkelkeur natuurlijk veel leden voorbij komen. En wat ik je eigenlijk in dit webinar wil laten zien is een aantal tips om je webwinkel te verbeteren van dingen die in de praktijk naar mijn idee nog vaak misgaan. En mijn doel is eigenlijk niet om alleen met deze tips ja, je webwinkel te verbeteren, maar ook om je eigenlijk te stimuleren om nog eens goed objectief naar je eigen webwinkel te kijken. Mijn ervaring is dat je vaak een webwinkel begint. Dan maak je de boel goed voor elkaar. Maar dan gaat het, als het goed is, gaat het lopen. Tenminste, dat hoop je. En vervolgens wordt er eigenlijk ja, soms ja, weinig aan de webwinkel gedaan. Of er wordt in ieder geval niet objectief naar gekeken van, hey, wat kan er nou beter? Dat terwijl, ja, door dat te doen, om echt vanuit de ogen van je klant naar je webwinkel te kijken, kun je denk ik heel veel optimalisaties maken die net dat kleine beetje extra winst of conversie opleveren. Dat wil ik vandaag gaan doen aan de hand van ja, best practices, aan de hand van voorbeelden, die gewoon praktijkvoorbeelden, die ik heb opgezocht door gewoon ja, een groot aantal webwinkels te bezoeken en te kijken van, hey, wat kan hier nou eigenlijk beter? En ja, dan ga ik graag beginnen bij de basis. En voor mij is de basis gewoon de navigatie, een goede zoekfunctie, een goede homepagina, jouw unique selling points duidelijk weergeven. En ook de noodzakelijke informatiepagina's goed voor elkaar hebben. Ik had geen goed voorbeeld van een webwinkel die eigenlijk de navigatie niet. Die eigenlijk duidelijk de navigatie eigenlijk kon laten zien wat er beter kon. Dus ik begin even bij de oude website van Webwinkelkeur. Daar hadden we eigenlijk een menu wat ja, best groot was gegroeid. Dus we waren wel begonnen met gewoon de noodzakelijke pagina's als keurmerk en klantbeoordelingen over ons. In verloop van tijd kwamen er eigenlijk steeds pagina's bij die we ook belangrijk vonden. En dat is eigenlijk wat je vaak ziet bij webwinkels.
Bijvoorbeeld de catalogus wordt groter, het assortiment breedt uit. En eigenlijk alles wordt in het hoofdmenu neergezet. Het hoofdmenu is eigenlijk iets wat heel, heel sterk is, omdat alles wat in het hoofdmenu staat is makkelijk vindbaar. Maar tegenovergesteld is ook waar, hoe meer je in het hoofdmenu plaatst, hoe minder vindbaar het wordt. Dus je zit eigenlijk met een balans tussen meer in het hoofdmenu plaatsen, zodat meer dingen vindbaar zijn, waarmee wel de kracht van zo'n simpele navigatie afneemt. Hoe hebben we dat bij Webwinkelkeur opgelost? Door echt te gaan snoeien en echt keuze te maken. Wat vinden wij nou echt belangrijk in ons hoofdmenu? En zelf hebben we nu voor de oplossing gekozen om gewoon keurmerk, reviews, kosten en de kennisbank terug te laten komen. En zaken als over ons, referenties, om die meer in de content terug te laten komen. Dat heeft een nadeel, want de over ons pagina en andere pagina's zijn nu gewoon minder goed zichtbaar. Maar het menu is wel flink versimpeld en de belangrijke dingen zijn gewoon beter zichtbaar. En dat zou ik ook als tip mee willen geven. Maak een keuze als webwinkelier. Wat wil je echt de aandacht en de focus geven? Hoe maak je die menuindeling eigenlijk zo simpel en doeltreffend mogelijk? Ander mooi voorbeeld. In dit geval een AED webwinkel die eigenlijk die kastjes verkoopt voor hartreanimatie. Op zich is hier de menu relatief overzichtelijk. Wat heel belangrijk is voor een webwinkel is de zoekfunctie. In dit voorbeeld eigenlijk moet ik waarschijnlijk naar beneden scrollen om de zoekfunctie te vinden. Elke webwinkel zou naar mijn idee die zoekfunctie echt boven in de header gewoon duidelijk en prominent aanwezig moeten hebben. Nu gaat dat bij veel webwinkels nog wel goed. Maar wat ik wel vaker nog eens zie misgaan is dat de zoekfunctie gewoon niet goed werkt. Dus dat de zoekfunctie niet echt in de praktijk getest wordt. Dus hier aan de linkerkant een voorbeeld. Daar zoek ik op een AED ophangbeugel. Dus eigenlijk, ik zoek gewoon iets om een AED op te hangen. En ik krijg het hele assortiment van alles wat het woordje AED in zich heeft. En dat is natuurlijk niet wat ik zoek. Het tegenovergestelde kan ook waar zijn. Dus in het tweede voorbeeld zoek ik op AED ophangbeugel. En ik vind alleen een product wat letterlijk het woord ophangbeugel in zich heeft. En in het derde geval gaat het wat beter. Dus ik zoek op AED ophangbeugel. En ik zie ook producten die eigenlijk hetzelfde doen wat een synoniem van wat ik zoek. Dus ik zie ook AED wandbeugels of AED, tenminste alles om een om AED op te hangen. En de tip die je hieruit kan trekken is denk ik, test je zoekfunctie en meet ook je zoekfunctie. Dus het is relatief eenvoudig om in Google Analytics elke zoekterm bij te houden waar je bezoeker ook echt op zoekt. En op basis van die zoektermen weet je ook iets beter. Wat is de intentie van die klant en welke resultaten krijgt hij? Dus je kunt heel goed middels Analytics en het meten je zoekfunctie verbeteren en gewoon optimaliseren. Natuurlijk de homepage, ook een heel belangrijk onderdeel van je webwinkel. Eigenlijk speelt er een beetje hetzelfde als bij het menu. Vaak is een homepage iets wat heel krachtig is, dus alles wat je er opzet krijgt heel veel aandacht. Ook hoe meer je erop zet, hoe minder aandacht dat alles krijgt. Hier ging ik op zoek naar een telefoonhoesje. En eigenlijk wat ik gewoon wil bij een telefoonhoesje is eerst het hoesje vinden wat goed bij mijn telefoon past. En natuurlijk kan dat via het menu, maar wat bij mij gewoon hier het meest opvalt, is eigenlijk de tekst bovenaan de pagina. En ik heb het idee dat hier die tekst meer bedoeld is voor de zoekmachine dan voor de bezoeker. En ik denk dat op lange termijn natuurlijk is content belangrijk. Maar op lange termijn denk ik dat je echt je homepage en ook je hele website voor de bezoeker moet maken. En dat Google dat uiteindelijk ook zal belonen.
Dit is het voordeel van een concurrent. En ja, die maakt ja, wel echt een duidelijke keuze. Dus ja, je kunt eigenlijk direct op de voorpagina gewoon direct zoeken naar je toestel. En direct daarbij het hoesje vinden. En voor mijn gevoel is dit ja, een stuk overzichtelijker en een stuk duidelijker. En ja, het is natuurlijk per sector en per webwinkel ja, verschilt het wat je, ja, wat je doel is met je homepagina. Maar het belangrijkste is denk ik om er goed over na te denken en ook echt ja, te bedenken wat is mijn doel met mijn homepagina en bereik ik dat doel met de content die ik erop zet. Wat ik ook vaak zie is het gebruik van sliders op de homepagina. Hoeft niet altijd slecht te zijn, maar in dit geval ja, zoek ik naar een hoesje. En wat ik eigenlijk vind is een stylus pen. En het nadeel van een slider is gewoon dat ja, er komt elke keer een andere afbeelding, een andere content. En je hebt eigenlijk niet echt grip op wat de bezoeker ziet op het moment dat hij ernaar kijkt. En vaak wordt ja, zo'n slider in de loop van tijd wordt eigenlijk zoveel ingezet dat het vaak niet meer nuttig is. Dus ik zou ook zeggen, als je een slider hebt op je homepagina, denk goed na van wat is het doel met die slider en het doel met de homepagina. En bereik ik dat doel ja, ook op deze manier. Dan door naar de ja, unique selling points. Dus eigenlijk gewoon, wat maakt jouw bedrijf uniek? Best practice is naar mijn idee om je unique selling points duidelijk ja, in de header te zetten. In het bovenste geval ja, ja, zijn de unique selling points niet te vinden. In het tweede geval ja, vind ik de unique selling points best mooi grafisch vermeld staan. Maar de vraag is of deze unique selling points echt uniek zijn. Dus ik zie nog wel vaak bij webwinkels die eigenlijk ja, toch in de header eigenlijk een soort van opvulling hebben van ja, wat dingen ja, om het vertrouwen te vergroten. Maar je moet wel afvragen of je met ja, deze unique selling points echt uniek bent. Dus levering binnen 5 werkdagen is goed om te weten, maar ja, het is niet echt uniek tegenwoordig meer. En tot 28 dagen retour is eigenlijk iets wat gewoon wettelijk verplicht is. Dus je hebt gewoon 14 dagen om ja, melding te maken van retour en nogmaals 14 dagen om dan te retourneren. Dus ik denk dat het belangrijk is om na te denken hoe uniek zijn mijn unique selling points en ook gewoon na te denken wat maakt mijn business uniek en waarom zou iemand bij mij kopen. En dat ook heel goed in de marketing en in de unique selling points terug te laten komen. En ik denk dat Coolblue dat wel goed doet. Dus bij Coolblue zie je eigenlijk onderin de header voor 23, dus dezelfde dag besteld, dinsdag gratis bezorgd. En twee dingen daar zijn er goed aan. Er is gewoon duidelijk vanuit de bezoeker, als ik nu vandaag bestel, heb ik het dinsdag en het is ook nog eens gratis. Dus het is echt concreet voor de bezoeker, wat is een voordeel? Dus niet vandaag besteld, morgen verzonden. Want ja, dat is toch, ik snap dat je dat als webwinkelier geen invloed hebt op de verzending. Maar het is niet concreet voor de, ja, voor de klant van wat is zijn voordeel. En ik denk dat het goed is vanuit marketing om altijd de voordelen vanuit ja, de klant hier te communiceren. Ook belangrijk, wat ik ook nog wel zie, is dat je ja, gewoon informatie mist. Dus veel webwinkels hebben wel gewoon een pagina klantenservice. En als je daar goed zoekt, weet je wel de informatie te vinden. Maar vanuit usability en ook vanuit ja, ook wettelijke eisen is het eigenlijk belangrijk dat je informatie als retourneren, garantie, betalingen, bestellingen, de privacy policy, de algemene voorwaarden, de over ons en de contactgegevens eigenlijk ook ja, vanuit één klik eigenlijk beschikbaar hebt. Dus ik zal je aanraden om deze, ja, deze dingen niet in het hoofdmenu te zetten, maar om ze minimaal in de footer eigenlijk ja, rechtstreeks te linken. En ook die informatie eigenlijk goed uit te werken, zodat die nuttig is voor de consument. Omdat ze gewoon ja, bepaalde onzekerheden wegnemen. Dus voor jou is het misschien wel duidelijk hoe je met garantie omgaat. Maar door deze informatie echt duidelijk te vermelden, ja, neem je toch onzekerheden weg bij de klant. En mocht je wat moeite hebben om die pagina's te zeggen, wat moet er nou opstaan?
We hebben ook wat voorbeeldteksten op de website van Webwinkelkeur die je daarvoor eventueel kunt gebruiken. Ja, dan de over ons pagina. Ook een belangrijke, ja, heel veel webwinkels zie ik nog wel eens. Over ons pagina, die is er wel, maar die is heel karig gevuld. Dus het is even omdat het moet ingevuld. Terwijl eigenlijk je over ons pagina is echt een plek waar je jezelf kunt verkopen en waar je je verhaal kunt vertellen. Dus ik zou zeggen, vertel je verhaal op je over ons pagina. Geef ook aan met wat foto's bijvoorbeeld van wie zit er achter de webwinkel. Waarom heb je je webwinkel gestart? Wat maakt jouw bedrijf uniek? Daar is het helemaal niet erg als je één pitter bent om gewoon alleen een foto van jezelf neer te zetten. Want mijn ervaring is dat als één pitter is jouw kracht ook gewoon dat jij persoonlijke service kunt bieden. Dus dan moet je helemaal niet verschuilen achter een groot magazijnfoto of wat anders. Maar dan zou ik gewoon zeggen, vertel je verhaal en kweek eigenlijk een band met je bezoeker en laat zien wie je bent. En daarmee kweek je vertrouwen en ook een beetje goodwill eigenlijk bij de bezoeker. Dus ik denk heel belangrijk om die over ons pagina gewoon goed als marketingkanaal te gebruiken. Ga ik dan door naar de productoverzicht, dus eigenlijk de categoriepagina van je webwinkel. Wat daar denk ik belangrijk is een aantal dingen. Ja, dat je producten gewoon direct in beeld zijn. Dat je goed nadenkt van wat wil je klant nou eigenlijk zien? En dat je echt de nuttige informatie vermeldt. Heb ik hier een mooie AB-test van een Engelse webwinkel VeggieTales. En in deze AB-test is eigenlijk een heel klein verschil. Dus het enige wat is veranderd, is eigenlijk de header boven de categorie. Waar eerst een mooie grafische banner was geplaatst, is die in de test eigenlijk weggehaald. En wat ze zagen is eigenlijk dat de omzet per bezoeker met 17,3% omhoog ging. En wat kun je hier nou uit leren? Is eigenlijk verplaats de content die je te doet, in dit geval de producten, niet te ver naar onderen op je pagina. Dus iemand is op zoek naar zijn product en als hij naar onderen moet scrollen en eigenlijk niet precies ziet wat er op die pagina zit, dan zal hij ook minder snel het product vinden wat hij zoekt. Wat ik nogal wel zie, zeker uit het verleden, is dat webwinkels vanuit zoekmachine oogpunt de categoriepagina willen vullen met content. Dus dat ze bijvoorbeeld een groot contentblok met tekst voor zoekmachines op de categoriepagina hebben geplaatst. En ik denk dat als die tekst niet nuttig is voor de bezoeker, dat je in ieder geval die vanuit usability oogpunt, en ik denk ook van SEO oogpunt, maar daar ben ik geen professional in, dat je die beter zou kunnen verwijderen of gewoon naar beneden op de pagina kunt plaatsen. Omdat gewoon het belangrijkste van die categoriepagina is gewoon duidelijk je producten weergeven. Ook goed is denk ik om je klant te helpen kiezen. Dus wat ik nogal vaak zie is dat webwinkels een uitgebreid assortiment heeft. Maar niet echt gekeken vanuit een leek van wat wil die leek nou hebben op zijn webwinkel? Wat is eigenlijk het kennisniveau van de klant die jouw webwinkel bezoekt? En hier heb ik een voorbeeld van de Mediamarkt. Dus er staat wel mooi bij Mediamarkt adviseert. Maar voor wie adviseert Mediamarkt deze wasmachine? Als ik dan naar Coolblue kijk, dan denk ik dat dat een stuk duidelijker is. Dus daar hebben ze eigenlijk gekeken van wat zijn nou de doelgroepen voor dit product, voor die wasmachine. En een doelgroep bijvoorbeeld die wasmachine koopt, is misschien een gezin of een single of een stel. Of iemand die gewoon een energiezuinige wasmachine belangrijk vindt. En hier hebben ze eigenlijk voor elke doelgroep een keuze gegeven. Ik denk dat voor de bezoeker heel fijn is en dat het ook voor jezelf gewoon fijn is, omdat je denk zult merken doordat je aantal producten extra promoot, dat die producten ook beter zullen lopen en dat het voor jezelf ook makkelijker is
om die goed op voorraad te houden of voordelig in te kopen, omdat je wat meer volume maakt. Dus ik denk goed om altijd vanuit de consument te kijken en welke informatie wil die consument zien en hoe kun je die consument helpen met een keuze maken. Eigenlijk weer de wasmachine. Voorbeeld van Expert, BCC en Mediamarkt. Op zich helemaal geen slechte websites. Maar ik als leek op zoek naar een wasmachine, denk me dan eigenlijk, ProSense. Klinkt mooi, klinkt als marketing iets, maar geen idee eigenlijk wat ik ermee kan. Hier het voordeel van de BCC. Heeft eigenlijk een stukje tekst geplaatst waar ik eigenlijk niet heel veel informatie uithaal. Die mij de keuze eigenlijk makkelijker maakt. En bij de Mediamarkt zie ik wel heel veel specificaties. Maar ik heb eigenlijk geen idee of 64 decibel of dat veel is of weinig. Dus wat ik als tip ook mee zou meegeven. Toon eigenlijk de specificaties die je doelgroep ook belangrijk vinden. En bij voorkeur vertaal die specificaties ook echt naar begrijpelijke taal voor je doelgroep. Als je doelgroep heel technisch is, of is het prima om technische specificaties te vermelden. In het geval van Coolblue vond ik het hier wel goed dat ze eigenlijk de energieklasse gelijk vertalen naar een voordeel. Dus deze energieklasse bij deze wasmachine bijvoorbeeld, die resulteert in €55 besparing tijdens de levensduur. Terwijl dat bij deze wasmachine €275 is. En op die manier kan ik direct eigenlijk de producten gewoon goed vergelijken en ook direct een goede keuze maken. En dan ga ik eigenlijk door naar de productpagina. En dan blijf ik nog even bij de wasmachine. Want je hebt eigenlijk de categoriepagina bekeken. Je klikt door naar het product om wat meer informatie over het product te vinden. En dan heb ik hier weer de BCC, de Mediamarkt en de Expert. Wat ik eigenlijk bij Expert zie, is al goed. Ze hebben de voordelen vertaald naar, de specificaties vertaald naar echt voordelen voor de klant. Wat je met ProSense kunt. Terwijl andere partijen vooral de technische specificaties vermelden. Dus dat is al beter, maar toch wat ik nog mis is ook eigenlijk die nadelen van het product vermelden. Dus je wilt eigenlijk gewoon zo goed mogelijk helpen om het juiste product aan de klant te adviseren. En door ook een nadeel te vermelden van een product, zal de klant ten eerste gewoon je voordelen gewoon beter betrouwbaarder vinden. Want een klant weet ook, een product wat alleen maar voordelen heeft, dat bestaat niet. En zou de klant ook gewoon beter een afweging kunnen maken en zul je dus ook minder retouren krijgen door ook de nadelen te noemen. In dit geval, trommelverlichting beschikt er niet over. Dus ik kan me voorstellen dat dit ook resulteert in een upsell. Dus dat ik, als ik trommelverlichting belangrijk vind, dat ik dan naar een iets duurder exemplaar ga. En je als webwinkel dat eigenlijk gewoon ook direct meer verkoopt. En je klant ook direct blijer is omdat hij beter geïnformeerd is. Dus ik zou altijd zeggen, vermeld ook de nadelen van het product op de productpagina. En besteed ook gewoon echt veel tijd aan die productinformatie. En niet minder belangrijk op de productpagina is eigenlijk de bestelknop. Dus eigenlijk de call to action. Eigenlijk de basis daarvan is gewoon dat hij moet opvallen. En ten tweede zou het ook goed zijn als die onzekerheden wegneemt. En het opvallen, het beste kun je dat doen met ten eerste met een juiste kleur. In dit geval het voordeel, fictief voorbeeld van bol. Je ziet eigenlijk een blauwe huisstijl. En je kunt al in dit voorbeeld goed zien dat de rechter button gewoon veel meer opvalt dan de linker button. Dus de linker button gaat een beetje op in de blauwe kleur. Terwijl de rechter button, die is geel en die contrasteert goed met de blauwe kleur van Coolblue. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat je een kleur hebt
ja, die goed contrasteert met de rest van je layout. Dus is je layout zeg maar primair blauw, dan is oranje eigenlijk een ja, goed opvallende kleur. Nu hoef je niet altijd voor oranje te kiezen. Een kleur die er ver van af ligt, zoals geel of rood, kan ook best goed werken. Maar hoe dichter je bij blauw komt, dus ja, paars of groen, ja, die zullen iets minder opvallen. Dus ik denk dat je echt zelf de afweging moet maken van, valt mijn bestelknop in deze kleur gewoon goed op? En er zijn er nog wel wat fabeltjes als ja, dat een oranje of een groene knop altijd beter zal werken, omdat bijvoorbeeld een rode knop een heel negatief gevoel zal opwekken. Dat kan, maar ja, dat hangt echt af van de context. Dus er zijn best goede voorbeelden van een groene layout waar een rode knop echt veel beter werkte dan een oranje knop. Dus ja, het is niet de perfecte kleur eigenlijk voor je bestelknop. Ja, die bestaat gewoon niet. Ja, ook een belangrijk is, ja, wat je dan wel vaak ziet, is dat ja, er is een goede signaalkleur, maar ja, die signaalkleur wordt eigenlijk weer overal voor gebruikt. In dit voorbeeld, ja, geel is de signaalkleur. Maar de zoekknop is geel, de inlogknop is geel. Ik heb nog een mooie laagste prijsgarantie die geel is. Een nieuwsbriefknop die nog geel is. En hierdoor ja, gaat het effect eigenlijk verloren van de bestelknop die moet opvallen. Dus ik zou zeggen, gebruik de signaalkleur, maar gebruik hem beperkt. Dus echt op, voor de belangrijkste acties van de pagina. En nog iets waar je mee zou kunnen testen. Je ziet er niet veel en ja, ik denk ook dat je een risico loopt om van je webwinkel een flipperkast te maken. Maar ja, beweging zou ook nog iets kunnen zijn die je gewoon praktisch kunt toepassen door de zaken die extra moeten opvallen een subtiele beweging te geven. Ook belangrijk voor een bestelknop en eigenlijk voor elk beslismoment in je webwinkel. Bestelknop is toch eigenlijk een stap die de klant moet nemen. Dus eigenlijk een beslismoment om, ik klik op de in-winkelwagenknop en ja, ik heb het vertrouwen om naar de volgende stap te gaan. En wat je vaak ziet is dat in het hoofd van de klant ja, eigenlijk allemaal onzekerheden, ja, in elke stap onzekerheden naar boven komen. En dat de klant eigenlijk redenen gaat verzinnen om, ja, om het product niet te bestellen. Dus ja, de in-winkelwagenknop, maar ook de afrekenenknop en ja, zulke beslismomenten zijn eigenlijk goed om ja, de onzekerheden weg te nemen. In dit linkervoorbeeld ja, is bijvoorbeeld een aantal zekerheden zijn erbij in de buurt van de knop geplaatst. En ook een mooie review score is bij de knop geplaatst. Dus dat kan echt helpen om de onzekerheden weg te nemen. En in dit geval is bijvoorbeeld ook ja, in de rechterkant een vandaag besteld woensdag uitpakken. Dat speelt ook in eigenlijk op het hoofd van de klant. Van als ik nu hier op de knop knik, dan kan ik woensdag al echt dit product in huis hebben. Dus zulke ja, zekerheden noemen, ja, dat kan echt goed werken om ja, de klant over te halen om gewoon op die knop te klikken. Nu nog eigenlijk een klein voorbeeld van de bestelknop. In dit geval best overzichtelijke layout. Alleen de bestelknop is ja, blauw. Dus hij valt eigenlijk een beetje weg in de layout. Hij valt niet, mijn ogen worden niet direct naar die bestelknop getrokken. Op het moment dat ik hem groen maak en ja, ik zet eventueel ook nog een mooi keurmerk of andere zekerheid naast. Denk ik dat de intentie om op die knop te drukken en om in dit geval informatie aan te vragen al een stuk groter wordt. En zo kun je eigenlijk zien dat je met een hele kleine aanpassing eigenlijk wat kunt winnen in aantal procenten dat ook echt op die knop klikt. Nog een aantal extra tips voor de productpagina waar ik nu eigenlijk niet dieper op in wil gaan is eigenlijk
En gebruik rich snippet codes. Dus rich snippet codes zijn eigenlijk codes om zoekmachines wat beter te laten indexeren. Bijvoorbeeld, wat is de prijs van je product? Is die op voorraad? Zijn er product reviews over het product? En als je die rich snippets gebruikt, zullen die in veel gevallen ook in Google terechtkomen in de vorm van een prijs bij het product, een afbeelding bij het zoekmachine resultaat. Dus ik denk echt iets wat je op elke webwinkel zou moeten implementeren. En natuurlijk, de prijs blijft gewoon belangrijk. Dus het hoeft echt niet altijd de goedkoopste te zijn. Maar je moet jezelf niet helemaal de markt uitprijzen. Dus ik zal je ook aanraden om je prijs goed in de gaten te houden. Eventueel met tools. En daar kan ik zelf natuurlijk PriceMotion aanbevelen. Maar er zijn veel meer tools om gewoon de prijzen van je concurrentie in de gaten te houden, zodat je een optimale prijs voor je producten vraagt. Kijk, dan ga ik door naar de checkout, dus het afrekenproces van je webwinkel. Eigenlijk een aantal basisdingen, eigenlijk ook weer geruststellen, dus onzekerheden wegnemen. Maar ook afleiding voorkomen, obstakels voorkomen en ik denk ook de juiste en tegenwoordig ook mobiele betaalmethodes aanbieden. Om weer te beginnen bij de onzekerheden wegnemen. Eigenlijk net als op je productpagina. Dus kun je denk ik ook goed in je winkelwagen mensen zeg maar geruststellen aan de hand van reviews of andere keurmerken of betaalopties om aan te geven van hey, hier kun je vertrouwd bestellen en waarmee je eigenlijk onzekerheden wegneemt. Moet je natuurlijk niet te erg maken waardoor je bijvoorbeeld links bij de bestelbutton zet of dingen die echt afleiden en je klant eigenlijk weer uit de checkout haalt. Maar ik denk dat je daarin goed de juiste balans kunt vinden. En ook iets wat ik wel steeds vaker zie, maar nog wel weinig, is eigenlijk in je checkout niet je hele hoofdmenu en de rest van je website te laten staan. Dus in dit geval weer het voorbeeld van VeggieTales, waar ze ook een AB-test hebben gedaan. Eigenlijk met een hele simpele aanpassing. Alleen het hoofdmenu is uit de bovenkant, uit de header weggehaald. En wat je daar eigenlijk merkt is dat gewoon doordat het minder afleidt, dus de klant die klikt wat minder snel weg uit de checkout, gaat de omzet per bezoeker in dit geval omhoog. Dus dat zou ik ook aanraden. Zorg ervoor gewoon dat de klant niet wegklikt uit de checkout. Zorg voor een simpele header. Zorg niet dat de hele footer in beeld is met alle opties. En als je wel wat dingen wilt tonen, zoals privacy policy en de algemene voorwaarden, zorg er dan voor dat als je erop klikt, dat je dan niet uit de checkout gaat, maar dat het bijvoorbeeld in een apart venster opent, zodat de klant ook binnen de checkout zelf blijft. Ook in de categorie voorkom afleiding, vraag niet te veel informatie. Dus in dit voorbeeld wordt er bijvoorbeeld gevraagd om een gewoon telefoonnummer en een mobiel nummer en een geboortedatum en een provincie. Terwijl heel veel gegevens heb je denk ik helemaal niet nodig. Dus je kunt bijvoorbeeld heel goed uit een postcode en een huisnummer automatisch al het adres halen. En de geboortedatum is natuurlijk leuk voor je marketing. Maar alles wat je extra in je checkout plaatst is wel weer iets waarop een klant kan afhaken. Dus ik zou zelf zeggen, maak die checkout gewoon zo eenvoudig mogelijk. Ook iets wat af kan leiden zijn kortingscodes. Dus wat ik zelf altijd bij mezelf merk, als ik in de checkout ben en ik ben al bij de betaalstap en ik zie opeens kortingscodes staan, dat ik even naar Google ga en even ga googlen, is er nog een kortingscode voor deze webwinkel te vinden? En dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus je hebt er niks aan als iemand al bij je wil kopen en dan ook nog eens een kortingscode gaat zoeken. En dat kun je ook goed zien aan het voorbeeld van de oude checkout van Bol en de nieuwe versie. In de nieuwe versie hebben ze eigenlijk gewoon de kortingscode iets in de winkelwagen verstopt. En hebben ze ook de naam veranderd. Dus het heet cadeaukaartcode. Dus dat suggereert geen korting voor iedereen, maar echt een cadeaukaart die je moet hebben.
En op het moment dat je echt in de checkout gaat, komt die kortingscode niet meer terug. Dus ik zou ook adviseren, ja, die kortingscode, probeer hem ja, zo min mogelijk aandacht te geven. Want het gedeelte wat korting wil, ja, die vindt hem toch wel. En je wil juist niet te veel aandacht erop leggen voor het gedeelte wat ja, geen kortingscode heeft. En toch denkt van, hé, ik loop wat korting mis. Ook registratie. Wat ik ook nog vaak zie is registratie die dan verplicht is of ja, heel erg gepusht wordt. En ik denk dat registratie kan belangrijk zijn als je bijvoorbeeld veel herhaalaankopen hebt. Dus webwinkels als Coolblue en Bol hebben een account. Dus wat dat betreft valt er ook voor 123 Inkt wat te zeggen om een account aan te maken. Maar ik zou er zelf wat... zou het zelf niet verplichten in de meeste gevallen. In het geval van Vonk bijvoorbeeld kun je netjes een account aanmaken als je wil. Maar het is optioneel. Waar je ook voor zou kunnen kiezen, is bijvoorbeeld ja, niet noodzakelijk informatie pas te vragen op de bedankpagina. Het is technisch wat complexer, maar het is prima mogelijk om na de bestelling de klant alsnog een simpele optie te geven om een account aan te maken. En je zou ook best op zo'n bedankpagina nog eens kunnen vragen van, hey, wat is je geboortedatum? Hey, hoe heb je ons gevonden? Dus dan heeft de klant al ja, eigenlijk zijn aankoop gedaan. En kun je dan eigenlijk zijn profiel nog aanvullen met extra marketinginformatie. En dan voorkom je eigenlijk dat hij daardoor afvalt tijdens het bestelproces. Maar je kunt toch nog wat extra informatie over de klant inwinnen. En dit voorbeeld is trouwens gewoon een plugin voor WooCommerce. Dus voor veel open source software bestaan er wel oplossingen voor. Maar voor andere software weer, zal het wat lastiger zijn. En eigenlijk ja, de laatste tip is eigenlijk, ja, bied minimaal mobiele betaalmethodes. Ik zie Apple Pay ja, de laatste tijd echt steeds toenemen. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je klant sowieso met je webwinkel natuurlijk gewoon geschikt zijn voor een mobiele telefoon. Maar ook dat de betaalmethode geschikt is voor mobiel. Dus hoe meer obstakels en hoe meer drempels je wegneemt, hoe makkelijker en hoe sneller een klant kan afrekenen. En in dit geval aan de linkerkant is dat ja, Buckaroo met op de website van AMAC. Kan een product eigenlijk direct gekocht worden met Apple Pay. En ja, hoeft de klant ook niet opnieuw zijn adresgegevens en al zijn gegevens in te vullen. Dus dat maakt het gewoon een stuk makkelijker om voor een klant om te betalen. Zagen we in het verleden dat een klant vooral oriënteerde op mobiel en op desktop ja, die aankoop deed. Tegenwoordig zie je zelfs dat klanten, zelfs als ze op desktop oriënteren, dat ze alsnog de betaling graag op een mobiele telefoon doen. Het kan ook geen kwaad om gewoon eenvoudige manieren aan te bieden om mobiel te betalen. Of dat nou op desktop is of op mobiele telefoons. Ja, dat waren eigenlijk de tips die ik voorbereid had. Dus ik kan er nog veel meer geven. Maar misschien is het leuk om er nog wat vragen van jullie te beantwoorden. Ja, Marcel, dankjewel. Ik ga eens heel even de vragen erbij pakken. Ik geloof dat er maar 2 of 3 zijn die we gehad hebben. Ja, ik zie dat. Ik ga ook even jouw URL voor de feedback ga ik in de chat zetten. Dan kunnen we daar meteen op klikken. Het zou leuk zijn, maar dat is misschien voor later, om als jullie nog wat feedback willen geven om dat aan te geven, dan kan ik het volgende keer de rekening mee houden. Okay. Ik zie via de chat ook wat vragen binnenkomen. Ik zou even kijken. Ik zou misschien beginnen met de vraag die via de Q&A is gesteld. Dus waar moet ik mee beginnen als ik mijn webshop wil optimaliseren? Dat is wel een lastige vraag om echt zo in 1 antwoord te beantwoorden. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van hoe is de basis van je webwinkel. Dus je moet eigenlijk de basis van je webwinkel moet eigenlijk een minimumniveau hebben om voor een klant om bij jou te willen bestellen.
Dus als je webwinkel niet vertrouwen werkt of er eigenlijk niet goed uitziet, dan zou ik eigenlijk beginnen bij je webwinkel gewoon in ieder geval het minimumniveau geven. Dat ik als klant bij jou durf te bestellen en ook echt een goede indruk van je krijg. En waar je dan moet beginnen, ik denk dat het gewoon goed is om gewoon eens een aantal mensen te vragen van gewoon van je klantgroep of je moeder of je oma. Vind je wat je zoekt en wat is je eerste indruk? En dat dat een goed startpunt is. En als je al iets verder bent en je merkt van, ik haal al bezoekers binnen en ik haal al bestellingen binnen. Dan kun je echt wat meer op de details, dus achter de komma gaan optimaliseren. En ik denk dat usability, gewoon je webwinkel, kan de klant vinden wat hij zoekt en kan hij het gewoon eenvoudig bestellen, dat ook gewoon de absolute basis is, dat gewoon wel goed op orde moet zijn. Nog een vraag van Dunja. Toon informatie die de klant wil. Je kunt natuurlijk gewoon testen. Je geeft zelf aan Hotjar bijvoorbeeld gewoon kijken van, meekijken van hoe browst een klant over je website. En naar mijn idee, met zulke tools als Hotjar haal je ook al een groot deel van de problemen uit je website. Maar het is denk ik ook wel lastig om daaruit echt een goed beeld van je doelgroep te krijgen. Dus ik denk dat het zelf ook kan helpen om er eens gewoon eerst in het begin goed over na te denken. Dus na te denken, bijvoorbeeld een persona op te stellen van, wat is mijn gemiddelde koper? Hoe oud denk ik dat hij is? Wat voor soort producten vindt hij leuk? En wat in de oriëntatie, op welke specificatie zoekt iemand? En ik denk dat het in het eerste geval, als je begint, is het gewoon lastig, want je kent de markt nog niet. En je kent je doelgroep misschien nog niet. Dus daar kan het misschien gewoon nuttig zijn om gewoon een aantal bekenden te vragen van, als je dit product zou kopen, waarop zou je zoeken? Om op die manier gewoon een beetje een objectieve kant van het verhaal te horen. Ben je wat verder en heb je ook al bezoek, dan kun je ook meer dingen gaan meten. Dus je kunt bijvoorbeeld, heeft je webwinkel filters, kun je bijvoorbeeld ook gaan meten van, welke filters worden vaak gebruikt op de categorie. Als één filter heel vaak wordt gebruikt, dan vinden klanten dat waarschijnlijk heel belangrijk. En kun je dat meer prominente vermelden. En kun je ook kijken van, zijn er ook vaak filtercombinaties die bijvoorbeeld nul resultaten opleveren. En dat zijn dan wellicht producten die in je assortiment missen en waar je eigenlijk het assortiment kunt uitbreiden om aan de vraag te voldoen. Vraag van Jenny, welke tools je kan gebruiken om te zien wanneer de klanten bouncen van de webshop. Ik denk dat je hebt er heel veel tools voor, maar ik denk dat je door het goed instellen van Google Analytics eigenlijk al heel ver komt. Google Analytics is gewoon een gratis, veel meest gebruikte tool. Dus ik zou voorstellen, gebruik Google Analytics, maar stel ook echt Google Analytics één keer goed in. Dat kan aan de hand van tutorials, maar het kan ook door iemand daarvoor in te huren. Dus je kunt heel veel nuttige informatie halen uit zo'n eenvoudige tool. Dus bijvoorbeeld wat mensen zoeken. Een trechter instellen dat je elke stap meet van waar vallen de mensen af in mijn salesproces. En ook welke producten worden gekocht en welk verkeer levert nou welke aankopen op. Dus ik zou eigenlijk gewoon beginnen bij Google Analytics en vanuit daaruit gewoon verder optimaliseren. En eventueel andere tools als je nog dingen mist dan. William vraagt nog om of het goed is om ook naast de zoekfunctie op de home ook te werken met productlandingspagina's. Ik denk dat dat vooral een zoekmachine verhaal is. Dus ik denk dat het helemaal niet slecht is. Maar maak die productlandingspagina's wel weer vooral voor de bezoeker. Niet alleen voor Google. Dus daar had Nathan gisteren al een leuk webinar over de zoekintentie. Maak echt ook zo'n pagina van die aansluit bij een bepaalde zoekintentie van de klant. En toon ook echt wat nuttig is voor de klant. En niet alleen een SEO-tekst die gericht is om
ja, te scoren op een bepaalde de zoekterm. Heb ik nog een vraag van Ori, die vraagt, die heeft een doelgroep, een webwinkel van 50 tot 60 jaar, of ik daar nog speciale tips voor heb. Ik moet zeggen, ik ken zelf de doelgroep niet goed, maar mijn ervaring is wel dat de iets oudere doelgroep gewoon iets terughoudender is bij het doen van aankopen. Dus dat zekerheden bieden daar eigenlijk en extra informatie bieden, dat daar heel belangrijk is. Dus ik denk dat daarvoor die tips als eventueel een keurmerk, reviews verzamelen, maar ook gewoon een duidelijke over ons pagina en gewoon onzekerheden weggeven, even duidelijk aangeven hoe werkt de bestelling en dergelijke. Dat voor die doelgroep eigenlijk extra belangrijk is. En natuurlijk ook rekening houden gewoon met duidelijke fonts, lettertypes en informatie. Zo duidelijk en bij voorkeur grafisch mogelijk presenteren. Omdat we allemaal weten, mensen lezen niet, maar ze scannen een website op zoek naar bepaalde informatie die belangrijk is. Ik ga maar even kijken of een aantal opmerkingen uit de chat. Ja, ik wou net zeggen, Marcel, de Q&A is leeg op dit moment. Ik zag nog wel een aantal vragen in de chat voorbij komen. Zullen we ze van onder naar boven even doornemen? Lijkt me goed. Dat, Ik heb hier bijvoorbeeld Sander. Die vraagt of dat je nog tips hebt als je geen webshop hebt, maar een soort van etalage hebt waarbij je aanbiedt wat je kunt maken, maar leads wil genereren. Het gaat om custom-made producten. Ik denk dan eigenlijk dat grotendeels ook hetzelfde geldt. Natuurlijk een aantal checkout en zo heb je niet. Maar je zult waarschijnlijk ook een lead forum hebben of iets waar je eigenlijk een call to action, waar je een bepaalde actie wilt uitlokken. Dus ik denk dat daar ook gewoon geldt. Neem onzekerheden weg. Dus ik had het in het voorbeeld ook offerte aanvragen. Dus daarin kun je ook prima bepaalde zekerheden tonen, reviews tonen. Dus het aanvragen zo eenvoudig mogelijk maken. En wat bij de leads genereren ook gewoon kan helpen, is ook, ik heb bijvoorbeeld een AB-test gezien van, volgens mij was het Autotrek. Daar was ook het doel eigenlijk om zoveel mogelijk lead generaties te krijgen naar richting de autoverkoper. En wat ze daar hadden gedaan is bijvoorbeeld bepaalde teksten al voor ingevuld in het formulier. Zie je ook bij Marktplaats, als je contact op wil nemen over een product, met een berichtje, dan staat er al een vooringevulde tekst. Beste verkoper, ik heb interesse in u. Dus door zulke informatie al voor in te vullen, en de drempel gewoon zo laag mogelijk te houden, zul je meer aanvragen krijgen. Waarbij natuurlijk wel een nadeel is van hoe laag je de drempel neemt, gaat je kwaliteit van je aanvragen ook omlaag. Daarin zit je altijd met een balans, denk ik. Oké, top. Stefan heeft een beetje dezelfde vraag. Ik heb geen webshop, maar tips zijn nuttig voor bedrijven die ik help om aanvragen en voor afspraken binnen te krijgen. Ik denk dat je die vraag net ook beantwoord hebt van Sander. Ik denk dat ook ongeveer dezelfde dingen gelden. Dus de basisprincipes zijn hetzelfde en de invulling is soms wat anders. Ja, top. Even kijken. How to start promoting webshops on the marketplace? Dat is de link building work, vraagt Helen. Ik denk dat ze bedoelt om dan op Bol of Amazon de webwinkel eigenlijk te promoten. Ja. Dan moet ik zeggen, dat is wel redelijk een vak apart. Dus hoe eigenlijk het platform bepaalt welke product het beste rankt, dat is vaak een beetje afhankelijk van het platform. Dat kun je wel tools voor gebruiken om je prijs te optimaliseren en dergelijke. Maar ik durf niet te zeggen of linkbuilding daar handig is. En zelf zou ik me afvragen of je linkbuilding moet gaan doen voor een platform. Omdat je dan misschien fijner is als je die linkbuilding doet om je eigen webshop te promoten en niet het werk van een ander eigenlijk te doen. Ja, goed.
Duidelijk. JB die vraagt, wat vind je van de Ideal QR betaalmogelijkheid? Dus Ideal heeft ook een QR-code, geloof ik, om te betalen. Ik vind hem handig. Dus ik denk dat het handig kan zijn. En vooral voor het geval dat klanten op je laptop oriënteren of op de desktop oriënteren. En vervolgens toch op de mobiele telefoon waar ze de betaalapp van de bank hebben willen afrekenen. Dus daar kan het handig zijn. Maar ik denk dat het misschien nog handiger is op offline documenten. Dus als je een factuur verstuurt, dat daar zo'n QR-code nog handiger is. En dat misschien op mobiele telefoons en dergelijke, dat klanten wat eerder zitten te wachten op Apple Pay of een Android Wallet betaalmethode. Maar ik denk dat Ideal QR ook gewoon zeker nuttig kan zijn. Ja, duidelijk. Robin die vraagt nog, rood zou ik echt niet, echt niet zo snel gebruiken voor een call to action, aangezien deze vaak gebruikt wordt in waarschuwingen. Hoe zie jij dat? Ik heb er net al eventjes aandacht aan besteed, dus gaf Robin ook al aan. Maar ik denk dat rood niet in alle gevallen slecht is. Dus het wordt vaak gezegd, rood is een kleur van afschrikking. Dat klopt ook wel een beetje, alleen je ziet ook gewoon websites waar een groene website waar een rode knop gewoon prima werkt. Dus de basis is eigenlijk wel gewoon dat die moet opvallen. Wil je het echt zeker weten, zou ik ermee testen. Dus ik zou niet direct van rood afwijken wat dat betreft. Soms kan een rode knop gewoon goed werken. Dus, testen, zeg jij dus. In principe is testen altijd goed. Alleen een nadeel van iets kleinere webwinkels is altijd dat je best een redelijke omzet nodig hebt om AB-testen doen die ook echt een significant verschil, een statistisch verschil aantonen. Dus ik zou beginnen bij gewoon boerenverstand. En als je die mogelijkheid hebt, ook zeker gaan AB-testen. Maar niet elke webwinkel kan dat. Dus, dat is logisch. Robin vraagt ook nog, raad je een one-step checkout aan? En hoe kom je vervolgens het beste alsnog aan de gewenste data die je niet vraagt in deze stap? En nogmaals, aan die data komen is denk ik gewoon, kan ook na de checkout. Dus ik denk dat als je echt data nodig hebt, en natuurlijk, je hebt gewoon redenen om bepaalde data te vragen. Dus als je voor je betaalmethode een geboortedata moet hebben, of je bent wettelijk verplicht om een betaalmethode om bijvoorbeeld te controleren of iemand 18 is, dan is het prima om die geboortedatum te vragen. Maar ik zou wel gewoon daar zo beperkt mogelijk in zijn. Dus alles wat je vraagt, zorgt ook dat mensen afhaken. Dus het is niet gratis om gegevens te vragen. Een manier om het te vragen is ook gewoon na het afrekenen. En je zou ook bijvoorbeeld nog een mailtje kunnen sturen na de bestelling van, geef je geboortedatum nog op en dan krijg je op je verjaardag een leuke presentje. Dus er zijn ook wel manieren om daarna nog het profiel beter te krijgen. En Robin vraagt volgens mij ook nog of ik one-step checkout aanraad. Dat is ook weer de vraag hoe die one-step checkout eruit ziet. Dus ik denk dat het soms nuttig kan zijn om overzichtelijke checkout te hebben. Maar aan de andere kant, soms kan het ook best handig zijn om gewoon die checkout in heel overzichtelijke, korte stappen te verdelen. En dat ligt er een beetje aan hoe je checkout is opgebouwd. Dus ik weet dat bij Magento de one-step checkout heel populair was. Maar ik denk dat dat ook deels komt omdat de standaard checkout van Magento gewoon naar mijn idee complex was. Dus ik denk dat de basis gewoon is dat je checkout simpel moet zijn en dat je klant hem gewoon goed moet begrijpen. En dat kan met de one-step checkout, maar dat hoeft niet. Ja, duidelijk. Jenny die vraagt nog, is er een bepaald minimum van bezoekers om AB te testen? In principe wel, want dan moet ik een beetje in statistiek duiken, maar je hebt altijd te maken met toeval en je hebt te maken met of het statistisch is. Dus als er 10 mensen je webwinkel bezoeken en
ja, ze vinden allemaal ja, een rode button beter dan een groene button. Ja, dan kan dat gewoon ook op toeval berusten. Dus dan kan ook zijn dat ze net toevallig allemaal een voorkeur hadden voor die... Of dat die rode button helemaal niks mee te maken had, maar dat gewoon... Ja, je testgroep en je andere groep gewoon toevallig ja, meer zin hadden om iets te kopen. En je kunt eigenlijk met tools uitrekenen hoeveel bezoekers of eigenlijk hoeveel aankopen je nodig hebt om ja, iets met een bepaalde zekerheid te kunnen zeggen. Dus het voorbeeld van de AB-test die ik liet zien, dat ja, het weghalen van een menu werkt, is eigenlijk met 95% zekerheid bewezen in dit geval. Wat nog steeds inhoudt dat er eigenlijk 5% zekerheid blijft bestaan dat de andere versie beter was. Dus hoe zeker je wil zijn van een bepaalde uitkomst, hoe meer aankopen je nodig hebt. En dat hangt af van ja, hoe groot is de aanpassing, hoe groot is het verschil en ook gewoon welk deel van je bezoekers doet überhaupt een aankoop. Dus daar heb je wat leuke tools wel voor die, ja, die je kunt gebruiken om, om uit te rekenen hoeveel aankoop je nodig hebt. Ja, oké. Okay. Er schiet nog heel vlug een vraag van Robin binnen, want ik wou gaan afsluiten. Als je googelt op sample size calculator, dan vind je daar tools voor. Oké, okay. Bijvoorbeeld Optimizely. Nou, ja, goede aanvulling. Dus dat is ook een tool die ik zelf wel vaak heb gebruikt. Dus die ja. Kun je in ieder geval gebruiken om, ja, om de vraag van Jenny te beantwoorden. Ja, juist. Nee, helemaal goed. Als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik jou hartelijk bedanken, Marcel, voor jouw webinar. Nee, graag gedaan. Ik wou nog even aangeven van als er nog vervolgvragen zijn of gewoon dingen die je ja, wil weten van in het linkje van ik ga posten om de feedback te plaatsen, staat ook een linkje naar het Webwinkelkeur Forum en ook het linkje naar het Webwinkel Community Forum van Patrick, waar ik ook actief ben. Dus daar kun je ook altijd terecht met gewone e-commerce gerelateerde vragen. Ja, hele goede. Goede afsluiting. Ik wil iedereen bedanken voor de aanwezigheid. Marcel, jij nogmaals bedankt. Het webinar wordt hier achteraf nog aan jullie gedeeld. En we gaan ook degene die de beste vraag heeft gesteld, die krijgt ons nog een 1 maand optimum gratis pakket vanuit SA Ranking. Jongens, allemaal bedankt. Marcel, bedankt. En graag tot morgen. Fijne middag en tot morgen.